Ik woon daar achter op de hoek. Dus wij krijgen zo meteen achterlangs en aan de zijkant van ons huis en voorlangs verkeer. Dat is de bedoeling. Het verkeer naar de nieuwe begraafplaats moet door een wijk met soms nauwe straten. Maar er is meer dat de omwonenden stoort. De eigenaar van het terrein is de stichting Het Leidense Fonds voor Kerk en Zending in Zetten. Het initiatief was juist voor een algemene begraafplaats. Los dus van een kerkelijke organisatie. Er wordt ook heel erg vaag gelaten hoe de exploitatie eruit ziet. Ten slotte is... Zal het Lindensfonds exploitant zijn. En dit wekt dus argwaan. Als ik geweten had dat het over dit stuk land ging, had ik nooit getekend voor die algemene begraafplaats. GroenLinks-raadslid Rick van Dam heeft vragen gesteld over de kwestie. Ook of er wel voldoende onderzocht is of er ook alternatieve locaties zijn. GroenLinks denkt dat het college te gretig hapt op een plan van een landgoedeigenaar. Volgens mij ben je als gemeente zelf verantwoordelijk om dingen te ontwikkelen. Ik had heel graag gezien dat de gemeente de regie pakt en 1000 inwoners serieus neemt en zelf met een plan komt en zelf bijvoorbeeld de exploitatie regelt. Het college van Overbetuwe vergadert komende dinsdag over de beantwoording van de vragen van GroenLinks. Eerder wil het college niet reageren.